to my crib. Hoi, ik ben Jane en deze week 3 tips voor het goedkoop inrichten van je studentenkamer. Het leuk inrichten van je studentenkamer hoeft helemaal niet duur te zijn, in tegenstelling tot wat andere mensen altijd denken. Met deze tips ga ik jou uitleggen hoe je dit het best kan doen. Tip 1. Ga naar de kringloopwinkel. Veel mensen associëren de kringloopwinkel met vies en oud. Maar dat is helemaal niet zo. Dagelijks worden er veel moderne spullen gebracht. En met een beetje goed zoeken vind je hele leuke dingen. De kringloopwinkel is dan ook echt fantastisch voor leuke accessoires en hebben dingetjes. En als je die dingen dan weer zat bent, kan je het makkelijk omruilen voor iets anders. Tip 2. Pimp je oude meubels. Heb je een meubelstuk waar je op uitgekeken bent? Geef hem een leuk kleurtje of een ander plaatsje. Deze oude plank die ik kocht bij de kringloopwinkel voor 7,50 zou ik zo niet ophangen. Dus ik kocht wat goedkope verf en ik gaf hem een leuk kleurtje. Door iets oud te pimpen door iets nieuws lijkt het totaal iets anders. Bovendien is het super leuk om te doen, bijvoorbeeld in de zomervakantie. Tip 3. Maak een lijst met dingen die je nog nodig hebt en geef die aan vrienden en familie. Mensen hebben thuis vaak van alles staan wat ze niet gebruiken. Ze zullen dan al lang blij zijn dat als jij het ophaalt, het bij hun niet meer in de weg staat. Deze tafel kreeg ik bijvoorbeeld van een collega van mijn vorige werk. Deze kast van een collega van mijn ouders en deze leren stoel van mijn oma. Zo scheelt het jouw geld en staat het bij hun niet meer in de weg. Met deze 3 tips ben ik ervan overtuigd dat jij voor een prikje je studentenkamer zou kunnen inrichten. Klik hier als je wilt leren plannen en klik hier als je erachter wil komen wat vitaliteit inhoudt. Klik dan hier op te abonneren. Vergeet geen duimpje omhoog te doen en hoop ik je volgende week weer te zien. Doei!